Marco Schuitmaker, de 25-jarige zanger die het afgelopen jaar de hitlijsten bestormde met zijn prachtige nummer Engelbewaarder, heeft groots nieuws aangekondigd voor zijn fans. Op 9 november zal hij schitteren op het podium van de Gelderdomen in Arnhem tijdens zijn allereerste stadionconcert. In een persverklaring uitte Marco zijn diepe dankbaarheid en trots over deze mijlpaal in zijn carrière. Het overtreft werkelijk al mijn verwachtingen dat ik nu mijn eigen concert in de Gelderdomen mag aankondigen, verklaarde de zanger. Dit is een droom die uitkomt voor Marco, en hij kan niet wachten om zijn muziek te delen met zijn fans op zo'n iconische locatie. Het belooft een spectaculaire avond te worden, want Marco heeft aangekondigd dat hij niet alleen zal optreden. Verschillende gastartiesten, waaronder Jan Smit, Danny en Outsiders, zullen het podium delen met Marco en zijn fans trakteren op onvergetelijke optredens. Fans kunnen zich verheugen, want de kaartverkoop voor dit lang verwachte concert begint binnenkort. Tegelijkertijd zal Marco ook zijn nieuwste single Schaam Je Voor Je Tranen Niet uitbrengen, een vrolijke herinterpretatie van het nummer van Arne Jansen. Deze release voegt nog meer opwinding toe aan het al bruisende evenement. Het succes van Marco's muziek blijft groeien, en zijn hit Engelbewaarder was zelfs te vinden in de top 2000 afgelopen december. Dit stadionconcert in de Gelderdomen is een bewijs van zijn groeiende populariteit en zijn unieke talent om mensen te raken met zijn muziek. Het is duidelijk dat Marco Schuitmaker zijn plaats verovert als een van de meest opwindende en veelbelovende artiesten van deze tijd. Zijn concert in de Gelderdome belooft een onvergetelijke ervaring te worden voor alle muziekliefhebbers die erbij zijn.